Dag lieve klanten van Body Vision, Hilde hier. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne kerst hebben gehad. En zoals jullie zien zit ik hier in een lege zaal bij Body Vision. Hopelijk over een paar weken zijn jullie er weer. Vooralsnog nog even dan maar een oefeningetje vanaf afstand. Ik wil met jullie een aandachtsoefening doen om het oude jaar af te sluiten en om een klein beetje vooruit te blikken op het komende jaar. Dus als jullie het fijn vinden om mee te doen, dan kom maar eens zitten in een houding waarin jij even kunt blijven zitten. Waarin je een waardige houding hebt aangenomen. En dan mag je je aandacht richten op een punt voor je, of sluit maar eens even je ogen. Door het sluiten van je ogen gaat je aandacht al automatisch wat meer uit naar jouw kern, jouw binnenste. Misschien kun je bij jezelf nagaan wat er op dit moment in jou omgaat. Zijn er gedachtes? Zijn er gevoelens, emoties? Hoe zit het met jouw lichaam? Hoe voelt die aan op dit moment? Deze drie elementen, gedachtes, gevoel en lichaam, vormt eigenlijk een drie-eenheid en wordt ook wel de poort naar het nu genoemd. Op het moment dat je bewust bent van die ervaring, ben je ook aanwezig in het hier en nu. En een hele goede graadmeter om bij jezelf na te gaan hoe het nou eigenlijk daadwerkelijk op dit moment met jou gaat. Gedachtes, gevoel, vanuit die ervaring breng je aandacht maar eens naar jouw adem toe. En kijk eens of je voor een moment zo die adembeweging kan volgen. En doe dit dan zonder oordeel. Ben je vooral bewust van de in- en de uitademing. En merk je op dat je afdwaalt, keer dan weer terug naar die adem. Ik wil jullie uitnodigen om samen met mij terug te gaan naar het afgelopen jaar, 2020. Hoe heb jij dit jaar beleefd? Welke dingen zijn er gebeurd?
wat heb jij dit jaar geleerd, bewerkstelligd, misschien nog nieuwe inzichten gekregen, misschien nog nieuwe dingen ondernomen. Zo mag je kort even een evaluatie maken van jouw beleving van dit jaar. Natuurlijk zitten daar mooie en wellicht ook wat minder mooie momenten bij. Probeer alles wat aan je voorbij komt te omarmen. Ook de minder mooie momenten. Laat ze toe. En kijk eens of je daar ook van een afstand naar kunt kijken, alsof je je eigen film aan het bekijken bent. Dat jij de toeschouwer bent van die film. En nu staan we aan de vooravond van het nieuwe jaar. Een jaar met evengoed onzekerheid. Een jaar waarin we misschien al wat beter zijn in het loslaten. We weten dat controle geen zin heeft. Wat heeft 2021 voor jou in petto? Misschien is het ook maar goed om daar geen antwoord op te hebben. Dat je je gewoon mee laat nemen door de stroom van het leven. En niet bekend te zijn met de uitkomst. Wel kun je jezelf een liefdevolle boodschap meegeven voor het nieuwe jaar. Want wat wens jij jouzelf? En wat gun jij jouzelf? Dus misschien kun jij voor jezelf in gedachten de volgende vraag voor jezelf beantwoorden. Waar ben jij behoeftig aan? Wat wens jij jouzelf toe? En misschien kun je die vraag dan beantwoorden met: ik gun mijzelf, puntje, puntje, puntje. Of mogen ik, puntje, puntje, puntje. Voorbeelden zijn: ik gun mijzelf gezondheid. Liefde, rust, ontspanning.
mogen ik leven in vrijheid, in respect van en voor anderen. En zo mag jij jouw eigen unieke zin afmaken. Wat gun jij jouzelf het meest voor het nieuwe jaar? Als je die zin hebt, dan mag je die als een soort van mantra in je hoofd blijven herhalen. Of als een soort van affirmatie. Ik gun mijzelf. En zo stuur jij deze boodschap, deze persoonlijke boodschap, het universum in. What you visualize, you will attract. En hopelijk mag deze wens voor jou in 2021 uitkomen. Zo mag je je aandacht terugbrengen naar jouw lichaam. Voel maar eens hoe jij er op dit moment bij zit. Misschien dat je nog even terug kunt gaan met je aandacht naar je adem toe. En als je er klaar voor bent, open dan rustig aan jouw ogen weer. Oké. Ik hoop dat jij jezelf iets heel moois hebt gewenst voor het komende jaar. Ik hoop in ieder geval heel snel weer jullie les te mogen geven. Ook start ik in januari weer met nieuwe mindfulness trainingen. En ook hoop ik dat weer heel snel op locatie hier in deze zaal te mogen geven. Hou Body Vision in de gaten. Hou mijn site basicmindfulness.nl in de gaten. Ik hoop jullie snel weer live te zien. En voor nu een heel fijn uiteinde. Tot snel. Doei.